Rechtsaf. Bobbema, kom maar terug. Jullie mogen allebei terugkomen. Jullie rijden allebei tegen het verkeer in. Ja, maar jij zei rechts. Weet ik. Een hele goede middag. Goeiedag. Daar zijn we weer. We rijden Berkem in. Naar deze twee heren op pad. Eentje moet donderdag afrijden, op twee dagen. En die andere heeft zijn derde les op de weg. Op zich mooi zoals je vertraagt, Wobbema. Mooi zoals je vertraagt, maar kijk ook wel achter je. Kijk wat degene achter je, of die het ook in de gaten hebben, of ze met je meeremmen, ja of nee. Ja, je geeft het duidelijk aan doordat je goed remt, maar kijk wel goed achter je. We gaan de eerste rechts af. Eerst recht naar rechts. Spiegel, spiegel, schouder. En pakken we de eerstvolgende rechtsaf. Eerstvolgende rechts. Ik heb het idee dat er iets met mijn knopje is. Want de ene keer horen ze me wel, de andere keer horen ze niet. Yes. Blijf lekker in het midden van de rijstrook, Bobbema. Na controle voor de bocht. Een na controle is wel naast je kijken. Einde moeten we links, einde moeten we links. Dus kijk maar eens goed naar de borden. Ook als ze niks zeggen hier, dan mag je zelf bepalen dat je links afslaat. Want die andere loopt dood. Maak jezelf breed, hè? Ja, maak jezelf breed. Kom aan, hij moet stoppen. Het zijn zijn obstakels. Het is allemaal heel sociaal door helemaal aan de kant te gaan, maar het zijn zijn obstakels, dus hij moet de plekjes opzoeken. Denk even aan je richtingwijzer. Even je richting uit, Wobbema. Ja. Een rot kruispuntje dit, weinig zicht. Gepast tempo. Dan gaan we rechtsaf. Gaan we naar rechts. En rechtsaf. Gaan naar rechts. Geef even een seintje naar je helm, hè? Dan kan ik het beter, kan ik beter zien dat je het niet verstaan hebt. Hè? Richting eruit. En als je alleen maar als je achterstevoren op die motor gaat zitten, dan kan ik natuurlijk niet zien van wat je nou wil. Ja, soms ik ze van moet ik naar links of naar rechts? Ja, dat kan ik ook niet zien van afstand. Hè? Dit is een goede manier. Als je het even niet meer weet, of als je niet goed te verstaan bent, even stoppen. Hij valt elke keer weg wel. Kan aan mijn knopje liggen, maar kan ook aan je. Ik ben ook geen paar woorden dan. Check 1, 2, 3, test, test. Test 1, 2, 3, test, test. Valt hij nog steeds niet weg? Ja, ik val ook wel af en toe weg. Ja, hetzelfde, hè? Dan zal het wel aan mij liggen. Oké. Okay. Wat we even kunnen doen is even portefeuille even omwisselen. Mag jij die van mij en ik die van jou? Ja, goed erin drukken hoor. Test 1, 2, 3, test, test. Test 1, 2, 3, test, 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 test. Ja. We gaan even wisselen van positie, dan mag hij even voorop. Jij mag even voorop. Jij mag voorop, Wobbema. Echt waar? Jij mag voorop, echt waar. Even kijken hoe hij dat gaat doen. Kijken of hij hier naast je gaat kijken. Of hij zomaar gaat vertrekken. Denk, 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 denk. Nog niet goed. Aangrijping was steeds niet goed hoor. Dus ik kan het niet herinneren. Je moet zo proberen. Wat hè? Je moet zo proberen. Aangrijpingspunt door de koppeling zat niet lekker, zegt hij. Willen we nog wel eens veranderen?
De ene leerling heeft korte vingertjes, de andere leerling heeft lange vingertjes. Dus dan passen wij het aangrijpingspunt aan met het kleine wieletje hier. Dan komt het aangrijpingspunt eerder of wat later. Oké, we gaan het einde rechtsaf. Einde rechts. Einde rechtsaf, einde rechts. Goed kijken of ze goed naar de body kijken. Doodlopen in de straat, ja. Eerst heeft het goed gezien. Het examen ook, dat leren we jullie aan. Altijd de doorgaande weg te volgen. Dus geen gehoor is rechtdoor. Of je volgt de logische doorgaande weg. Dat vragen ze op het examen ook van je. Dat je dat gewoon volgt. Einde gaan we linksaf. Einde links. En dan gaan we daarna nog een keer linksaf. Daarna nog een keer links. Even een keer een versnelletje terug, Koen. Je zit iets te laag in de toer, hè? Ik wou zeggen, als je nou ook nog gaat wachten op die auto van links, dan... Zijstraat van rechts. Een paar mooie bochtjes, maar we kunnen hem niet doorkijken, dus we houden de positie op onze eigen weghelft. Goed ver vooruit kijken, kijk wie de voorrang heeft, de tegenligger die moet. Stap in. Dus in die zin zou je jezelf ook weer breed kunnen maken. Lekker het midden gaan rijden als er dan toch een auto aankomt. Dat je me eigenlijk dwingt om te stil te gaan staan. Het zal allicht passen met z'n tweeën, maar of het ook veilig is met z'n tweeën. Dat is weer aan jullie om te beoordelen. Nou, daar hoor ik ook de lichten graag aan. Ook overdag, mensen. Ja, kijk, ze springen in één keer aan. Heel goed. Ja, goede keuze dat je erachter blijft. Dat je niet gaat tripleren met een mooi woord. We zijn drieën naast elkaar. Je bent als middelste persoon altijd in Sjaak. Gaat die fietser slingeren, moet je naar die auto uitwijken, wat niet kan. Gaat die auto slingeren, moet je uitwijken naar de fietser. Dus niet met z'n drieën naast elkaar. Niet tripleren. Ja, mooi de ruimte gepakt. Prima. En weer op tijd naar binnen. Flauwe bocht. Ja, prima. Heel goed. Mooie lijn. Wat een bordje gevaarlijke bocht. Zat hier een beetje vroeg aangegeven, maar... Dat geldt voor het einde van deze weg. Positie strak houden, Koen. Iets meer naar rechts, iets meer naar rechts, Koen. Je weet niet wat eraan komt. Tempo er goed uit te halen. En dan gaan we linksaf. Gaan we naar links. Het zijn die rottige bochtjes, die moet je eigenlijk kennen. Moet je een paar keer geweest zijn. En anders moet je ze wel herkennen. Ik zal gewoon even rechts van die lijn gaan rijden, hoor. Nou, ook in zo'n geval zal ik even rechts van die lijn gaan rijden, om even iets meer ruimte te pakken met die auto. Ja, een stukje veiliger ruimte. Er zit een auto achter ons, totaal niet te zien. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien in de spiegel, maar... Geen licht aan, ook daar niet, dus ik wil lastig dat zien. We gaan rechtsaf, we gaan rechts. En wij als motorrijders hebben al van die kleine spiegeltjes. En rechtsaf, hè. We gaan naar rechts. Lastig punt ook. Beetje overhaaksbochtje. Ja. Lekker de ruimte pakken. Het 60 weggetje achter Berkum langs. Blijf je heel lang hoog in de bocht zitten. Als je dan de bocht door bent, kun je gelijk weer terug, hè. Volgens mij weet die voorste, die weet al dat hier een gevaarlijk puntje zit te komen. Remmen. Yes, heel goed. Geen zicht, geen snelheid. Wordt aangegeven door die bliksemschichten. Een waarschuwingsbliksemschicht. Ja, dat is lastig. Mooi plekje om te parkeren, meneer. Ik neem de gok niet. Ik zag die auto zo hard aankomen. Ik denk, kies voor mijn eigen veiligheid. Maar doorkijken, hij is helemaal leeg. Hoppakee, ja, ga eens erop.
beetje aansluiten. Bobben maar veel meer ruimte pakken. Hier gaan de spiegels rakelings langs elkaar heen. Je moet veel meer ruimte pakken. Ja, nu niet, als er een tegenligger aankomt. Ja? Dat was echt, nou, misschien op de video kun je terugzien, dat was 5 centimeter. Meer was het niet. Dat is beter. Hier wat speling. We gaan rechtsaf en daarna gelijk links. Dus eerst rechts, dan links. Die voorste meneer die rijdt veel te brommer. Nou, hij zegt ook, vanaf de brommer heb je dat ook dat het dat weinig ruimte pakken als je fietsers voorbij gaat. Ik zeg ja, dat je het met de brommer doet, prima. Maar met de motor liggen de snelheden over het algemeen wat hoger. We hebben het nou niet over inhalen van fietsers. Ja, met inhalen van fietsen deed hij het ook. Maar we hebben het nu over tegemoetkomende auto's. Met 60 tegen elkaar aanrijden, dat is is hetzelfde als met 120 tegen de muur aanrijden. Nou ja, reken maar uit. Combinatie rechts en daarna gelijk links. Kijken of je die bocht in één keer mooi ruim neemt. Maar praat hoor. Ik ben tegen de camera aan het lullen, dus rechts en daarna gelijk links heb ik de opdracht gegeven. Dus mooie vloeiende bocht. Probeer dan niet in die bocht nog een keer naar links te kijken. Van kan ik dan naar die linker rijstrook? Nee, je kijkt van tevoren natuurlijk voordat je vertrekt. Dus dan kunnen ze wel mooie vloeiende bochten maken. In één keer naar de juiste baan. Je kunt een beetje plannen. Als je ziet dat daar alles stopt, dan weet je dat je groen gaat krijgen. Die is aan het vertragen, dat witte busje. Ja, komt hij aan. En in één streep naar de juiste baan. Juist. Zonder te kijken. Tenminste, zonder nog een keer naar huis te kijken. Heel goed. Doe dan ook de volgende keer gelijk de richtingwijzer aan naar links. Dan weten de mensen ook waarom we links rijden. Dus dat voorgesorteerd zijn. Ja, gelijk de richting aan, hè. Gelijk de richting aan. Dan weten de mensen waarom we links rijden. Richting aan. Richting een wijzer aan. Richting aan. We gaan linksaf. Ja. Niet op het laatste moment, hè. Heeft niemand wat aan. Dus eerder je richting een wijzer aangeven. Niet op het laatste moment. Ik heb echt het idee dat het knopje niet helemaal jovel is vandaag. Zijn beste tijd gehad. We zijn weer bij het ziekenhuis. Richting Assendorp. Padapada, even de meneer achter mij in de gaten houden. Tikkebibi. Wat dat betreft, als je dan stilstaat, houdt het. Hou de vingertjes op de rem, dat je remlichtje brandt. Dat de mensen ook achter je zien dat we stilstaan. Op een of andere vage manier zit er een bruggetje. Goed kijken. Ja, een soort van. Een bruggetje waar mensen veel te hard naar boven knetteren. Die achterste heeft ook last van, hè? Die kruipt er best kort op. Denk aan je afstand, Koen. Iets meer afstand. Mensen hebben die grote neiging om wel nog richting de 60, misschien wel 70 te gaan. En hier altijd even goed vooruit kijken. Ik heb geen opdracht gegeven, dus je kunt ervan uitgaan dat je rechtdoor gaat. Dus kun je hier al zien van hé, hoeveel banen zijn er? 2 naar links, eentje rechtdoor, eentje naar rechts. Ja, mooi op tijd die ruimte afgesloten. Prima. Dus dat is vooruit kijken, dat is plannen. Heel goed. Veilige ruimte, niet te kort op de auto gaan staan. Onnodig gas geven bij het verkeerslicht. Zelfs als toeteren, onder toeteren.
Mensen uitnodigen tot een sprintje trekken, is niet toegestaan. Uiteraard, dit was niet zijn intentie hoor, maar ja, dat hoor je vaak motorrijders dan wel doen. Hè? Is heel leuk, ik weet het. Ons geluidje, ons uitlaatje laten horen. Maar als je het onnodig doet en het uitlokken van, dan staat daar dezelfde boete op als het onnodig toeteren. Dus even kijken of ik ze de Asterdorp een straat in kan sturen. We gaan de eerste weg rechtsaf. Eerste rechts. Jammer. Ik zei het iets te laat. Of iets te vroeg. De Asterdorp een straat is eentje verder. Dan kunnen we hem nog wel lekker pakken. Denk aan je richtingenwijzer. Denk aan je richting. En dan gaan we het einde linksaf. Einde links. Einde linksaf. Einde links. En dan gaan we rechtsaf. Gaan we naar rechts. Rechtsaf. Bobbe maar, kom maar terug. We mogen allebei terugkomen. Jullie rijden allebei tegen het verkeer in. Ja, maar jij zei rechts. Weet ik. Bordje, herkenbaar. Ik zou iets meer ruimte pakken, Koen, bij die lege parkeerplekken. Kunnen we omkeren. Heel. Ging net goed. Sorry. Doe maar rechtsaf, doe maar rechtsaf. Dat is wat dat betreft wat ik zeg, rechtsaf de sloot in, doe je het ook niet. Dus dan altijd zelf blijven nadenken. We zullen geen dingen van je vragen die niet mogen. Aan het einde gaan we rechtsaf, einde rechts. En dan gaan we zo richting het station, dus weer. Daarna gaan we richting het station, dus links en daarna gelijk rechts. Nou, tot zover deze video. Dan rijden we 40. Een beetje aansluiten. Tot zover deze video. Bedankt voor het kijken. Like, deel en abonneer. En tot de volgende keer. Peace out. Hey, ciao.